Ja, ik denk een van de redenen dat we zo collectief rouwen, bijvoorbeeld in dit soort situaties met de MH17, is dat we een bepaalde behoefte hebben om iets te doen met al die onmacht waar we mee zitten. We zitten met woede, we zitten met frustratie. Het is eigenlijk niet echt te bevatten wat er gebeurd is. We kunnen er niet zoveel mee. En er valt eigenlijk ook niet zoveel over te zeggen. Er zijn zoveel meer vragen dan antwoorden. En dan biedt een ritueel een kans om dat in een bepaalde structuur te gieten en dan samen wat te doen. En dat kan heel erg veel steun bieden. Veel meer dan alleen. Het kernwoord is daarin heel erg samen. En dan is het interessant om te zien dat de nieuwe rituelen die zich in de afgelopen decennia hebben ontwikkeld, dat die eerst zich heel erg op het individuele richten. En er werd gezegd, ieder maakt zijn eigen religie en ieder bouwt zijn eigen ritueel. En dat we gaandeweg hebben ontdekt dat eigenlijk hebben we vooral ook behoefte aan dingen samen doen. En rituelen samen doen geeft iets extra's. Je biedt een structuur waarin je allemaal hetzelfde doet. Allemaal niet hoeft te zeggen wat je nou echt vindt, maar gewoon even samen kan zijn. En dat kan enorme steun bieden. Is er een duidelijke oorsprong aan te wijzen? Nou, dat heeft te maken met dat je eerst een crisis hebt gehad. Er waren hele grote veranderingen in de maatschappij en rituelen leken daar niet meer zo bij te passen. We deden liever, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Al die extra handelingen, wat is eigenlijk precies het nut daarvan? Waarom doen we dat nou eigenlijk? Nou, na een tijdje bleek dat we dat deden omdat we daar behoefte aan hebben, omdat we het eigenlijk nodig hebben. En begonnen zich nieuwe rituelen te ontwikkelen. En die sloegen enorm aan. In Engeland, dat is denk ik het klassieke voorbeeld, na de dood van prinses Diane, kreeg je dat mensen ineens met z'n allen samen gingen rouwen. En dat iedereen ineens iets had van, dit is goed, dit kunnen we. We kunnen samen ons verdriet over de dood van deze persoon delen, maar we kunnen ook onze eigen kleine persoonlijke vormen van verdriet kunnen we daar met z'n allen in kwijt. En in Nederland zie je dat in andere rituelen terugkomen, in andere herdenkingen, bijvoorbeeld bij Pim Fortuyn, bij André Hazes. De Stille Tochten zijn een heel duidelijk voorbeeld daarvan. Is er voor de kerk een nieuwe rol weggelegd? Nou, dan is het interessant om te zien dat waar dus de rituelen even leken weg te lopen van de kerken, dat je nu bij de MH17 bijvoorbeeld ziet dat de verschillende kerken in Nederland samen een kerkdienst gingen aanbieden. En dat men de weg naar de kerk ook nog steeds blijkbaar weet te vinden. En die behoefte groot is, groter dan de kerk zelfs. Er moeten schermen buiten de kerk geplaatst worden om daar te zien hoe mensen vanuit verschillende kerkelijke achtergronden dit in een breder kader proberen te plaatsen. En dat is natuurlijk iets waar de kerk extra goed in is. En daar, ook daar vindt mensen dan steun in. Weet je hoe dat rouwproces in die andere landen is gegaan? Nou, in andere landen, bijvoorbeeld in Maleisië, daar zie je dat het veel meer is ingebed in een bepaalde lokale geloofsstructuur. Dat je nog meer die traditionele rituelen ziet, hoewel ze in Maleisië ook voor de niet-islamitische overledenen nog een ritueel gedaan hebben. Je ziet dat in Oekraïne, in het dorpje waar de crash gebeurd is, dat daar een orthodoxe dienst werd gehouden. Dus andere landen hebben ook rituelen en de mens kan blijkbaar niet zo goed zonder rituelen. Alleen in veel andere landen zie je dat die nog veel meer zijn ingebed. Hoe kijkt het buitenland tegen het rouwproces in Nederland aan, het collectieve rouwproces? Nou, dan zie je dus dat er wordt verwacht, omdat Nederland te boek staat als een geseculariseerd land en als een vrij nuchter land, dat er dan enige verbazing is van buitenlandse pers bijvoorbeeld, die nog niet zo in aanraking is geweest met dergelijke nieuwe rituelen in Nederland. En die ineens zien hoe vlot dat er eigenlijk nu loopt in Nederland. Hoe professor Paul Post van de Universiteit van Tilburg zei, wij zijn in Nederland inmiddels ritueel competent in deze nieuwe manieren van rituelen. En dat werkt enige verbazing op in het buitenland.